welkom bij deze nieuwe video. Jongens, het is het einde van het jaar. 2021 is bijna voorbij. Het ging echt vliegensvlucht. Het voelt als gisteren dat januari begon, dat 2021 begon. Ik denk dat voor de meeste van ons 2021 niet echt het beste jaar was. Ook in verband met corona en al die dingen. Voor mij persoonlijk was het ook niet echt mijn beste jaar. Het is ook niet heel slecht gegaan of whatever. Maar ja, het was gewoon niet echt een hele happy jaar. En ik denk dat de meeste van ons dat gevoel wel hebben. Elk jaar als het jaar eindigt ben ik weer enthousiast over het nieuwe jaar. Dus ik hoop gewoon dat ik weet dat 2022 beter gaat zijn. We gaan niet hopen. We gaan het gewoon proclameren. 2022 wordt gewoon een goed jaar voor ons. En zoals ik aan het einde van ieder jaar altijd doe, ga ik het hebben over mijn favoriete make-up van het afgelopen jaar. Ik heb weer een heleboel make-up ontdekt die nieuw was of die al bestond, maar ik pas heb ontdekt afgelopen jaar. En dit zijn echt producten waar ik echt de volle 500% achter sta en aan jullie wil laten weten. Het wordt vandaag een beetje een langere video, denk ik, want het zijn echt een heleboel producten. Ik probeer er ook een beetje snel doorheen te gaan. Dus pak je portemonnee er maar bij. Pak er ook iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken. En kom lekker luisteren en kijken naar wat ik vandaag te vertellen heb. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, let's do this. Ik heb het gewoon allemaal hier in dit bakje zitten. En deze producten, oh, ik word al gewoon enthousiast als ik er gewoon naar kijk. Ik denk dat ik ga beginnen met categorie oogschaduwen. Want ik heb een aantal paletjes die ik afgelopen jaar heb ontdekt. En die echt geweldig zijn. Ik ga beginnen met iets wat eigenlijk niet echt een paletje is. En dat zijn deze Morphe 2 quads. Deze quads, ik heb ze allemaal. Wacht. Ik heb er hier 4. Ik had er 5, maar eentje is er kapot gevallen helaas. Mijn fave is die ik hier vast heb. Dit is de kleur Stay Golden. Dit zijn dus van die quads met van alles erin. Het zijn zo 4 stacks. Hier heb je dan een glanzende oogschaduw. Daaronder heb je een blush die ik ook vaak als oogschaduw gebruik. Daaronder een cream lipstick. En als laatste een press glitters. En hiervan heb je er dus echt een heleboel. Ik heb er ook een videootje over gemaakt. Die breng ik nu in beeld. Deze zijn zo makkelijk om mee te werken. Je brengt gewoon snel aan, pop, pop, pop en je bent klaar. En ze zijn ook niet al te duur. Ik vind ze zo makkelijk en handig en snel in gebruik te koop bij Douglas. Ik raad ze echt aan. Een paletje wat mij echt heeft verrast. Het is wel limited edition, dus haal hem snel als je hem nog wil. Is dit paletje van Essence in samenwerking met MAV. Er is een hele collectie met haar gemaakt. Die video staat ook al online op mijn kanaal. In mijn 27-jarig bestaan nog nooit zo blij geweest met een Essence oogschaduw paletje. Essence oogschaduwen zijn altijd... Ja, kan ik gewoon zeggen slecht. Ze zijn nooit echt heel goed. Dit paletje echter was echt top notch. Ik heb er echt een heavy duty make-up look meegemaakt. Echt een hele cut crease. Echt een hele moeilijke heftige look. En het presteerde echt geweldig. Ik vind het ook gewoon een heel leuk paletje. Je kunt hem zo op zijn kop draaien. En dan gewoon zo neerzetten. Heel handig gedaan ook. Is weer iets extra's. En ik vind het echt fantastisch. Dus dit paletje kon ik niet overslaan. Als je hem nog kunt halen online of zo, ik zou het zeker doen. Ik heb net online gecheckt. En hij is er nog op bepaalde websites. Dus als dit kleuren zijn die jou aanspreken, raad ik hem echt zeker aan. Dan een van mijn fave paletjes die ik ook echt het vaakst heb gebruikt, is dit Huda Beauty Rose Quartz paletje. Jongens, ik weet begon niet hoeveel looks ik heb gemaakt met dit paletje. Dit is zo mooi. Kijk even al deze kleuren, hoe mooi. Het is echt prachtig. De kleuren zijn ook allemaal heel uniek, vooral deze chroomkleuren. Jongens, kijk even dit. Wacht, ik ga er even gewoon een paar swatches, zodat je het kunt zien. Kijk even dit. Dit is echt niet te doen. Ik review altijd heel vaak oogschaduwpaletjes. Er komen echt ook nog honderden paletjes per jaar uit, waardoor het mij niet echt vaak lukt om één paletje heel vaak te gebruiken. Believe me you, dit paletje heb ik echt vaak gebruikt. Op mijn kanaal heb ik hier een hele video over gemaakt, over heel de collectie. Ik heb een heleboel looks er mee gemaakt op mijn Instagram. En ook gewoon looks die ik niet heb geplaatst online, maar gewoon in mijn day-to-day life. Het is zo'n fijn paletje voor zowel heftige looks als everyday looks. Heel mooi rozig allemaal. En de kwaliteit is echt top notch. Het kost wat, maar de kwaliteit is echt, echt top notch. En I love it. En dan het laatste oogschaduwpaletje. Als je mij volgt, gaat dit geen shocker zijn voor jou. En dat is dit, het paletje van Be Perfect. Dit was echt mijn herfstpaletje van dit jaar. Ik heb hier zo ontzettend veel looks meegemaakt. Ik heb hem ook gebruikt in 2 YouTube video's. In 1 video heb ik er ook echt zo 3 looks meegemaakt. Met de groene, de bruine en de roodachtige kant. Dit paletje is echt huge. En
En de kwaliteit is ook echt weer topnotch. Hij is niet eens al te duur voor de amount of kleuren die je krijgt. Het is echt gewoon fantastisch. Je kunt hier ook weer echt heel veel mee. En het is gewoon echt een heleboel. Als je mij volgt, heb je dit paletje ook al heel vaak gezien. Ook al een heleboel looks meegemaakt op Instagram. Het blendt geweldig. De pigmentatie is geweldig. Ik heb er echt niks slechts op aan te merken. Oké, dat was het dan qua oogschaduwen. Nou gaan we gewoon verder met random andere producten. Ik ga beginnen met een aantal setting sprays die ik jullie wil aanraden. En ik heb er dit jaar twee ontdekt. De Benefit Professional. Die is ook volgens mij ook pas afgelopen jaar uitgekomen. Als je houdt van een smooth gezicht, een egaal gezicht, is dit echt de setting spray voor jou. Ik vind het ook fijn om hem te combineren met een spray die hydrateert. Want dat doet hij niet. Maar hij maakt het helemaal zo smooth. Het vult hier helemaal je poriën en echt je gezicht wordt zo smooth. Als je dit combineert met de Benefit Professional Primer. Nou, jongens, je gezicht is echt zo egaal als maar kan zijn. En ik heb hier de Maybelline Lasting Fix spray. Volgens mij bestaat die al wel langer, maar ik heb hem pas afgelopen jaar ontdekt en ik ben er zo enthousiast over. Als jij een spray zoekt die er echt, echt voor gaat zorgen dat je make-up de hele dag goed blijft zitten, dan is dit de spray voor jou. Ik vind het ook echt een dupe van de Urban Decay spray. Deze is ook echt heel goed, alleen kost wat meer. Wat ik dan vaak doe, is dat ik ze gewoon allebei opdoe. Dan begin ik met die van Benefit. Die spray ik gewoon zo op. Het heeft ook echt een hele, hele zachte mist. Beetje laten intrekken. En dan ga ik in met deze andere spray. Die is iets heftiger. Je hoort het ook aan het geluid. En deze combinatie, jongens, I can't. Je kunt hem ook met een andere spray combineren. Je kunt doen wat je wilt. Maar dit waren echt mijn fave setting sprays van dit jaar. I love it. Dan ga ik verder met highlighters. Ik heb er twee die ik jullie echt, echt wil aanraden. Die ik ook gewoon echt by far het vaakst heb gebruikt. Ik heb een dure en een betaalbare. En de betaalbare is deze van Catrice. De Modern Glow Highlighter. Deze heb ik gewoon ooit gehaald bij de Kruidvat. Omdat ik hem gewoon zag en ik vond hem gewoon mooi. En ik dacht, zal wel, ik ga hem gewoon opdoen. Absoluut niet verwachtende hoe goed ik hem zou gaan vinden. Kijk dit even hoe mooi. Dit is echt, jongens, I cannot. De pigmentatie is echt insane. Toen ik hem aanbracht voor het eerst, ik dacht echt, wauw. Ik was echt in shock. Hij is ook echt zo goedkoop. En vooral omdat ik het niet had verwacht. Meestal zie ik iets heel vaak online. Zijn mensen er heel enthousiast over en dan haal ik het. En dan weet ik al van tevoren, dit gaat iets goed zijn. Maar dit was een product die ik nog nooit had gezien. Gewoon echt super, super random gekocht. En ik was in shock. Later heb ik hem ook in meer YouTube video's gezien nadat ik hem al had gehaald. En toen wist ik het helemaal. Kijk, zie je, ik ben niet de enige. Iedereen vindt hem goed. Hij is echt fantastisch. I love it. Je hebt hem in twee kleuren. De andere is iets meer roze. En de duurdere is deze van Huda Beauty. De Medium Glow Obsessions. Je hebt hem in drie kleuren. Light, medium, dark. En ik heb dus een medium. Want dat is mijn huidskleur. Zoals je kunt zien. Dit gebeurt bijna nooit. Het gebeurt bijna nooit dat ik make-up helemaal opmaak of bijna opmaak. Ik gebruik deze twee kleuren hier. Deze twee kleuren niet echt, maar deze twee hier wel. Vooral dus de lichte kleur. Dit is zo fantastisch. Als je mij volgt, heb je hem sowieso al gezien in de video's. Dit is echt mijn fave paletje. Het kost wel wat, maar de glow is echt intens. Als je niet houdt van een hele heftige, intense glow, dan is hij niks voor jou. Maar als je een beetje extra bent, net als moi, dan ga je hem echt geweldig vinden. I love it. Dan ga ik verder met drie foundations die ik wil aanraden. Alle drie amazing. En ik ga beginnen met deze Meroda Foundation. Meroda is een Nederlands merk, opgericht in 2021. Dus net nieuw. Ik heb in de kleur 15C. En ik heb hem nu op. Ik heb deze foundation nu op. Kijk hoe mooi mijn gezicht eruit ziet. Het heeft een medium matte dekking. Het droogt mijn gezicht niet uit. Hij is echt zo ontzettend mooi. Ben ik niet echt gewend van Nederlandse merken. Dus daarom was ik zo in shock. Er zijn ook 33 kleuren. Ik heb er echt niks slechts op aan te merken. Heeft ook gewoon zo'n pump. Dus handig in gebruik. Handig aan te brengen. Ik vind hem echt fantastisch. Dit is echt mijn go-to everyday foundation. En ik raad hem echt iedereen aan. I love it. Eentje die ik ook heb ontdekt is de Maybelline Thirsty Hour Foundation. Deze heeft een volledige dekking. Dus alleen maar geschikt als je echt houdt van een volledig dekkend gezicht. Afhankelijk van wat jij wilt, ga je hem fijn vinden. Als jij meer houdt van een naturel lichte dekking look, dan ga je hem niet willen. Maar als je houdt van wat glam make-up, dan vind je hem echt fantastisch. Hij blijft echt lang zitten. Geen 30 uur. Maar ja, ik snap ook niet waarom iemand hem überhaupt zo lang zou op willen. Maar zeker 12 uur. Altijd wanneer ik al weet van ik heb echt een lange dag, dan doe ik hem op. Ik heb hem in de kleur 36 Warm Sun. En als laatste, amazing, de Catrice True Skin Foundation. De kleuren zijn ook echt fantastisch. Deze kleur is echt mijn ideale match. Ik heb de kleur 039 Warm Olive. Hij is betaalbaar. Hij is mat, maar hij hydrateert. En die combinatie zie ik niet heel vaak. En al helemaal niet zo'n goedkope foundation als deze. Heeft ook zo'n pump. Hij is echt smerig. Ik moet me echt schamen. Zo fijn.
vaak is hij dus al gebruikt. En hij is nog steeds niet op. Ik ben er echt al heel lang mee aan het doen. Echt, I love it. Deze drie zijn echt mijn faves. Eerlijk gezegd, eentje die ook mijn fave was. Ik wilde hem niet laten zien, want hij is hier niet te koop. Maar ik ga hem toch laten zien voor het geval iemand naar een ander land gaat of zo, waar die wel is. En dat is de Fenty Beauty Ease Drop. Fenty Beauty is hier bij ons helaas niet te koop. Ik heb hem gehaald bij Sephora in Spanje. Mocht je ooit de mogelijkheid hebben om hem te halen, haal hem. Ik heb de kleur 13. Als je houdt van een lichte dekking foundation voor een mooie natural look, dan is dit echt het product voor jou. Het is echt fantastisch en het blijft best wel lang goed zitten. Ook dat ben ik niet gewend van iets met een lichte dekking. Die gaan er meestal al heel snel van af. Dit is echt mijn go-to foundation als ik gewoon ga voor een everyday natural lookje. Echt, I love it. Ik wil hem toch gewoon nog laten zien, ondanks dat hij hier niet te koop is. Een gezichtsprimer die afgelopen jaar is uitgekomen, is die ik echt amazing vind, is de NYX Marshmallow Primer. Hij ruikt ook heerlijk naar marshmallow. Kijk even dit. Het is net gesmolten marshmallow. Echt, I love it. Oh, die geur. Het ruikt echt heerlijk. Waarom vind ik deze primer zo amazing? Het is een smoothening primer. Dus het maakt je gezicht heel mooi smooth. Heel mooi egaal. Mijn probleem met dat soort primers is dat ze vaak mijn huid uitdrogen. Ik heb een normale tot droge huid. Dit soort primers zijn vaak gericht op de meer vettige huid. Ze zijn een beetje droog. En dat vind ik altijd wel jammer. Want ik vind wel een heel mooi effect als mijn gezicht heel mooi smooth is. Maar helaas kan ik dan dit soort producten vaak niet gebruiken. Behalve dus deze. Deze is ook geschikt voor mensen met een droge huid. Als jij nog op zoek bent naar een goede smoothing primer voor de droge huid. Ook voor de vettige huid is hij prima. Ik raad hem eigenlijk gewoon aan voor elke huid. Maar ik was gewoon in shock dat hij ook werkte op mijn droge huid. Echt wauwie jongens. Het maakt je gezicht zo smooth. Als jij deze combineert met deze Benefit Spray, je gezicht ziet er echt uit als een babyhuidje. I love it. Dan heb ik hier ook twee blushes die ik wil aanraden. Een cream blush, een poeder blush. De poeder blush die ik aanraad bestaat al wel lang, maar ik heb hem pas afgelopen jaar ontdekt. En dat is de Too Faced Papa Toned Don't Peach Blush. Dit is een glanzende peachy blush. Ik hou normaal helemaal niet zo van glanzende blushes, behalve deze. Ik heb hem nu ook op. Kijk even wat voor een mooie glow die geeft. Ik heb geen highlighter op, jongens. Behalve op mijn neus, maar niet op mijn gezicht. En het ziet er gewoon uit alsof ik dat wel op heb. Kijk even die mooie glow. En dat is alleen maar door deze blush. Wat ik ook echt fantastisch vind om te doen, is om hem te gebruiken als een blush topper. Dan breng ik iets mats aan, een matte blush, en dan deze erop. En jongens, het is echt gewoon geweldig. Dit is zo mooi. Hij glanst, maar het is dus niet te veel. Hij ruikt ook echt heerlijk. En de kleur is echt fantastisch. Dit is echt, ja. Vooral als je niet houdt van een hele heftige glow op je gezicht, maar toch wel een beetje wil stralen, dan is dit echt, echt de ideale blush voor jou. Ik vind hem echt top. En nogmaals, ook heel mooi op een matte blush. En dan heb ik hier een cream blush van She Glam. Deze zijn like 3 euro. Spot goedkoop. En ik ben echt in shock. Ik heb hem in de kleur Birthday Suit. Ze hebben ze ook als cream contour, maar toch wel de blush vond ik echt eruit springen. Dit is zo mooi. De kleur is ook echt heel mooi. Het blendt echt heerlijk in. Kijk even hoe makkelijk dit blendt. Kijk even dit. In shock, jongens. In shock. Vooral voor die lage prijzen. Cream blushes waren echt een hit afgelopen jaar. Iedereen was aan de cream blush. Inclusief ik. Terwijl ik niet echt per se een cream blush persoon ben. Maar deze cream blush was echt amazing. Ik was ook heel lang op zoek naar een betaalbare versie. Want ik had een aantal gevonden die ik goed vond. Maar allemaal duur. Ik wilde ook graag gewoon eentje die meer goedkoop was. En toen ik deze She Glam blush had besteld en gebruikt. Ik was zo amazing. Dus als je nog op zoek bent naar zoiets. Ik zou het zeker bestellen bij Shein. Oké, dan een wenkbrauwgel die ik letterlijk elke dag gebruik. En dat is deze NYX Cosmetics Bush Tamer. Deze was ook echt een hit. Ik had hem echt gezien al over internet. Maar ik had ook gezien dat een aantal mensen hem niet fijn vonden. Overal vonden de meesten hem wel goed. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon bestellen. En dit product zou echt je haartjes op hun plek moeten houden. En dat doet hij echt, jongens. Kijk even hoe vies hij ook al is. Hij is al helemaal zwart. Omdat ik altijd zwart wenkbrauwpotlood gebruik. Hij is heel erg klein. Dus echt ideaal. En jongens, dit houdt je haartjes op hun plek. Voor echt de hele dag. En het wordt ook niet wit. Meestal met dit soort wenkbrauwgels worden mijn wenkjes zo witachtig of zo. Maar dit is letterlijk haargel, maar dan voor je wenkbrauwen. Het is echt amazing. En ik gebruik hem echt letterlijk elke dag. Normaal is hij niet zo zwart viezig. Dat komt echt gewoon door mijn wenkbrauwproducten. Ik doe mijn wenkjes bijna nooit op beeld. Vandaar dat jullie hem nooit zien. Maar geloof me, believe me, trust me. Deze gebruik ik echt letterlijk elke dag. En hij gaat best wel lang mee.
hij is nou tot ongeveer de helft, terwijl ik hem al maandenlang elke dag gebruik. Dus zo fijn is hij ook, niet al te duur. Beste wenkbrauwgel ever. Oké, dan eyeliner. Er is er eigenlijk maar eentje die ik jullie gewoon echt allemaal wil aanraden. Die er echt ver, ver bovenuit springt. En dat is de Kyliner van Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics is altijd een beetje hits en misses. Af en toe is iets heel goed. Maar heel vaak is het ook slecht. Heel veel mensen vinden ook dat je echt alleen maar betaalt voor haar naam. Iedereen kan en mag vinden wat hij wil. Maar deze eyeliner, I will fight you. Wij gaan vechten. Dit is echt de beste eyeliner ever. En ik wil er niks over horen. Ik heb hem ook vandaag gebruikt. Ik heb hem vandaag gebruikt om deze mooie wing te maken. Deze is zo fijn. Hij is zo zwart. Zo makkelijk in gebruik. De punt is heel puntig, zeg maar. Heel secuur. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is al helemaal vies. Zo vaak heb ik hem al gebruikt. Deze is echt super mooi. Kijk even wat voor een mooie wing je ermee kunt maken. Je kunt een naturel wing doen, als hoe ik vandaag heb gedaan. Of een hele heftige wing. Jongens, ik ga met jullie vechten als iemand mij zegt dat deze niet goed is. Hij is zo ontzettend fijn. Hij is iets van 20 euro of zo te koop bij Douglas. Als je nog op zoek bent naar zoiets. Ook al ben je er niet op zoek naar, haal hem gewoon. Zo fijn is hij. Oké, dan heb ik hier nog een aantal lipproducten die ik jullie wil aanraden. Ik ga beginnen met deze Clarins lipolie. Er is letterlijk geen andere lipolie die ik beter vind dan deze van Clarins. Ik heb er ook echt een heleboel, jongens. Echt, ik heb echt like elke kleur. Hier is rood. Hier heb ik een nude. Ik heb hier een rozige. Nog twee kleuren. Wanneer ik iets goed vind, dan is dit dus wat er gebeurt. Clarins lipolieën zijn echt by far de beste. Die ik echt geweldig vind, zijn er twee. Ik heb er hier twee. De Clarins olie in de kleur 04 Candy en in de kleur 07 Honey Glam. Deze twee, kijk, hij is ook al bekant op, zoals je kunt zien. Dit zijn echt mijn twee faves. Wat ik fijn vind hieraan is dat ze niet zo plakkerig en glossy zijn als een normale lipgloss. Een normale lipgloss kan toch wat heftiger zijn. En als je gaat voor een meer naturel look of gewoon een no make-up make-up look, dan is dit echt veel fijner, want ze zijn niet zo heftig als een gloss en ze plakken niet zo. Ze hydrateren je lippen echt heel fijn en ze zitten gewoon heel fijn op de lippen. Dus I love them. Dan mijn fave rode matte liquid lipstick en dat is deze van MAC van de Cruella collectie. Als je mij volgt, heb je hem ook al echt al heel vaak gezien. Ook nog laatst gebruikt in een video. Dit in de kleur Mayhem van de Retro Matte Liquid Lipsticks. En dit is dus van de Cruella collectie, jongens. Dit is echt fantastisch. Ik vind ook de applicator echt amazing. Je kunt er zo'n hele scherpe rand mee maken. Dit is echt de perfecte rood. Hij wordt ook helemaal mat. Hij droogt je lippen niet uit. Ik hoef geen lippotloodje te gebruiken. Niks. Ik heb hem nou al met in zoveel looks gebruikt. En ja, nogmaals, als je mij volgt, heb je hem ook al heel vaak gezien. Dus dit is echt mijn go-to rode lipstick. Het afgelopen jaar. Ik heb hier nog een matte liquid lipstick. Ik vind niet heel vaak matte liquid lipsticks die ik fijn vind. Want ik heb vrij droge lippen. En ze drogen mijn lippen altijd uit. Maar deze Balm matte liquid lipstick. Echt een van de beste matte liquid lipsticks ever. Hij is zo niet droog gewoon. Hij droogt gewoon helemaal niet uit. Hij trekt niet aan mijn lippen. Maar hij is wel gewoon echt helemaal mat. Ook de kleur vind ik heel mooi. Het is de kleur Charming. Deze heb ik ook gebruikt in een video. Deze kleur is echt heel mooi. Een hele mooie naturel kleur. En als je hele droge lippen hebt als ik, dat gaat geen probleem zijn. Want hij droogt je lippen echt niet uit. Echt heel mooi. En hij blijft de hele dag goed zitten. Dus I love it. Deze raad ik echt aan. Nog een winnaar van afgelopen jaar voor de lippen zijn deze lipsticks van She Glam. Ook weer spotgoedkoop. 3 euro of zo. Te koop bij Shein dus. Dit zijn de Glam 101 lipsticks. En dit is dus een lipstick met een lipstick en een lippothoedje. Dit is dan de lipstick. En dan aan de andere kant heb je het lippotloodje. De kleuren zijn ook echt heel mooi. Zo bruin nude. Maar ook echt gewoon oprecht bruin. Kijk dit. Ik heb heel vaak dat de bruine nudes niet echt bruin nude zijn. Maar een beetje rozig of oranje of wat dan ook. Dit is echt bruin. Ik had ze in alle drie de kleuren gehaald. En twee vond ik echt het fijnst. En dat zijn de kleuren Deep Caramel. En de kleur Warm Nutmeg. Als je houdt van een goede bruine lipkleur. Het lijkt op wat ik nou op heb. Je gaat ze echt fantastisch vinden. Ze zijn mat. Ze zijn mat lipsticks. En ze drogen je lippen ook weer niet uit. En spotgoedkoop. I love them. En last but not least. Deze lipkits van Makeup Revolution. In samenwerking met Sof. Haar afgelopen collectie. Deze lipkits zijn echt amazing. Het zijn twee lipkits. Ik heb ze dus allebei. Een lichte en een donkere. En deze zijn echt amazing. Je hebt dus een lippotloodje. En
een lip balm. Dit is geen lipstick, maar echt een lip balm. Ze geven ook niet heel veel kleur af, maar ze hydrateren echt intens. I love them. Ik zal ook even de andere kleur ernaast doen. Kijk, zie je, ze hebben niet heel veel kleur. Het is echt een lip balm. Maar waarom ik ze zo goed vind, is dat ze de hele dag blijven zitten. Een lip balm, zoals we allemaal weten, lip balmpjes blijven nooit echt heel lang zitten. Daar is hij ook niet echt voor gemaakt. Deze echter wel. En jongens, ik heb gegeten, uit eten gaan, gedronken, alles. En het bleef gewoon de hele dag goed zitten. Absoluut niet verwacht. Had ook echt helemaal niet gehoeven. Want ja, met een lip balmpje is dat gewoon niet echt een ding. Maar deze, ja, ik was echt in shock. Dus daarom raad ik ze jullie echt aan. Oké, mensen, dit was het dan. Dit waren alle make-up producten van afgelopen jaar die ik jullie echt wil aanraden. Echt super fijne producten. Disclaimer wel, dat iets goed is voor mij betekent niet altijd automatisch ook goed voor jou en andersom ook. Maar toch wilde ik ze jullie gewoon echt allemaal laten zien, want ik persoonlijk vind deze producten echt top notch. Als jij ook iets hebt ontdekt afgelopen jaar wat je ons wilt laten weten, laat het weten beneden in de reacties. En dan ga ik dat product misschien ook halen en het testen hier op mijn kanaal. Ik hoop weer dat jullie iets hebben gehad aan de video en het weer leuk vonden. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!